wanneer we terugkijken op het Haas afgelopen dinsdag, dan stond voor ons in ieder geval centraal dat de bond, de Surinaamse politiebond, haar 100-jarig bestaan of vieren in de maand november. We hebben het tijd genomen om te evalueren, om te reflecteren en zaken op een rijtje te zetten. En de algemene conclusie was, is dat wij als Surinaamse politiebond geen enkele reden hebben gehad om feest te vieren. Vandaar dat we het ook sober hebben gedaan. We zijn namelijk de mening toegedaan dat wij als Surinaamse politiebond en ook onze leden, dat we veel verder hadden moeten zijn dan steeds weer bezig te zijn om dingen van scratch aan weer op te bouwen. We hebben ook aangegeven dat als het aan dit bestuur ligt, dat we vanaf dat moment niet meer achterom kijken en dat we niet meer naar de scrap zullen gaan, maar dat we in ieder geval zullen voortborduren en zullen voortbouwen op datgene wat er is neergelegd of er is neergezet. En desondanks de doelen die we hebben gesteld hebben kunnen realiseren en dat we met trots mogen praten van duurzame realisatie van zaken binnen de Surinaamse politie. Dan gaan we dan verder en dan komen we bij onze leden. En dan moeten we helaas concluderen dat het niet is wat het wezen moet. We hebben als bestuur in samenwerking met de werkgever alles gedaan, ook met de korpsleden trouwens. We hebben ervoor gezorgd dat u, en dat mag ook gezegd worden, bent gestapt uit de trek van wieso dat er voor u een eigen loonreis is gecreëerd. En we kunnen zeggen, het is niet een vrienden. Geld is nooit genoeg. Maar u verdient in ieder geval veel beter dan datgene wat u voorheen in handen kreeg. Ja, en dan moeten we desondanks vaststellen dat er heel wat schort aan de beroepsethiek, maar ook nog aan de verantwoordelijkheid van onze leden. En ik kan dat zeggen omdat ik bijvoorbeeld bondsvoorzitter, ook chef ben op een afdeling. En het mooie ervan is dat ik s'avonds in mijn vrije tijd dat ik ook overstraat ga en ook nog kijk wat er gebeurt op die politiebureaus. En dan is het ronduit zielig om te concluderen dat er na 12 uur haast geen enkele politieauto op straat te zien is aan het surveilleren. En dat de lichten in de politiebureaus of op de politiebureaus, net zoals de lichten thuis bij de mensen, ook zijn uitgeschakeld. Met andere woorden, het komt vaker voor dat politiemensen zitten te slapen op bureaus in plaats van dat ze de dienstverlening naar de samenleving toe inzetten. Het is pijnlijk, maar het moet gezegd worden. U heeft gevraagd om een stukje herwaardering. Die herwaardering is gekomen. U heeft gevraagd om een stopzetten of het beteugelen van de rancuneuze maatregelen waar u jaren aan bent blootgesteld. We hebben dat gedaan. U heeft binnen die interne organisatie gevraagd dat er op een gedegen manier verantwoording wordt afgelegd. Dat wordt ook gedaan. En daarna moeten we concluderen dat aan het einde van het jaar het weer hetzelfde verhaal is met. Maar waar zijn de kerstbroden en waar zijn de kerstpakketten? Het is ronduit zielig, mensen. We hebben u gezegd, we zitten in een trek waarbij we ons niet elke luxe kunnen permitteren. Het is niet de taak van de bond om kerstpakketten te verdelen, maar het is onze taak om uw belangen te behartigen. Dat hebben we ook gedaan. En we hebben in ieder geval gezorgd dat we de gelden die u hebt gestort, dat we die duurzaam hebben besteed. En datgene wat uw bestuur al besteed is, dat we dat hebben kunnen sparen en dat we een respectabel bedrag naar de reserves in vreemde valuta onder andere hebben kunnen opbouwen. Dat steekt het jaar als je moet horen dat mensen zitten te klagen over een kerstbrood en een agenda. En dat steekt nog meer
wanneer u gevraagd heeft om gehoord te worden, om gewaardeerd te worden. En dat ook is gebeurd. Maar dat uw beroepsethiek en uw verantwoordelijkheid desondanks niet adequaat op gang zijn gekomen. Ik breng u hierbij in herinnering datgene wat we in het banier van de Surinaamse politie moeten voeren. Plicht en recht. U moet zich van uw taken kwijten alvorens u gaat zoeken naar uw recht. Maar zoals het de afgelopen periode en met name in dit huis afgelopen jaar is gebeurd, heeft u zich meer gefocust op uw rechten dan op uw plichten. Ik vraag u van hieruit om een paradigma shift te maken, maar ook om die attitude te veranderen. Er zijn een heleboel zaken die, hoewel niet erop gebaseerd zijn, maar die ons ook onder ogen komen. Of onder, in ieder geval onder onze aandacht worden gedaan. En daar praten we over alcoholmisbruik door politieambtenaren. Maar ook de manier waarop je de samenleving niet te moeten bejegenen. En die misplaatste collegialiteit. Er is een wezenlijk verschil, mensen, leden, tussen het sommeren, want dat doen wij wel als politie, en die beleefdheid naar de burgerij toe. U kunt sommeren, maar daar nog moet u de fatsoensnormen in acht nemen. Want datgene wat er doorgaans over straat wordt geëtaleerd, is ronduit onacceptabel en onbeschoft. Ik ga dus van hieruit een beroep op uw leden. Om niet te wachten tot het volgend jaar, maar om vandaag nog, die ommezwaai te maken en te tonen dat het ook anders kan. U bent per slot van rekening in dienst van de samenleving. En u moet er ook mee rekening mee houden. Dat er mensen zijn die u zullen willen uittesten. Dat er mensen zijn die zich anders zullen gedragen. Maar dat u daarvoor die mentale weerbaarheid heeft gehad. En dat u ook daartoe of tegen dit gedrag met tact zullen kunnen optreden. Dus van u reed, wil ik het beroep op u en met name de leidinggevende erop toe te zien dat de bejegening naar die samenleving altijd correct is. Dan kom ik nu op de samenwerking met een korpsleiding. Heer korpschef heeft er bij uw speech, bij uw inaugurele speech, aangegeven dat u de organisatie volgens de principe van ondernemerschap wil gaan runnen. We hebben gesprekken gevoerd met u als Surinaamse politiebond en u heeft aangegeven dat u het anders wil doen en dat u in ieder geval open staat voor feedback. En dat u die politiebond niet hebt als tegenstander, maar dat u samen met ons wil gaan werken aan het realiseren van de doelen van die politieorganisatie, maar ook aan de doelen van de individuele leden. U heeft dus de deur opengesteld van de Surinaamse politiebond. We hebben uw uitnodiging geaccepteerd en u heeft ons betrokken in 90% van de zaken die u heeft voorgenomen. U heeft vaak nog gevaren op het advies van de Surinaamse politiebond. En de resultaten liggen in ieder geval daar dat we in een grote mate in staat zijn om zelfstandig de operationele werkzaamheden van het Korps Politie Suriname te continueren. Ik zou u willen zeggen, proficiat, en we hopen in ieder geval dat we ook in 2020 op die voet verder mogen gaan. Een jong Chinees echtpaar, van wie de vrouw 27 jaar oud en de man 26 jaar, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 25 december verkoeld in hun winkel annex woning te Antonio Tobrinco in het Lawa-gebied. Uit het politioneel onderzoek blijkt dat de politie van Oost rond 2 uur een melding kreeg van een brand. De plaats heeft de politie per boot bereikt. De dichtstbijzijnde brandweerpost is te Albina, en dat zou op zijn minst 2 dagen reizen per boot duren om de plaats te kunnen bereiken.
Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de brand in het pand alwaar het echtpaar is omgekomen is begonnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. 4 winkelpanden, annex woningen, zijn geheel afgebrand. De politie van Geiersvliet kreeg dinsdagavond een melding van een beroving aan de Jan Steenstraat. 3 criminelen, van wie 1 gewapend met een vuistvuurwapen, hebben een 43-jarige man overvallen en hem beroofd van zijn sieraden, geld en mobiel. Het slachtoffer werd overvallen door het trio, dat gekleed ging in het zwart. Hij had €400, $400, sieraden ter waarde van $1500 en 2 mobiele telefoons bij zich. 3 criminelen hebben dinsdagavond een overval gepleegd in een woning. De politie van Nieuwehaven is na het geval ingeschakeld. Uit het onderzoek blijkt dat de slachtoffer bezig was een film te bekijken op haar mobiel toen zij plotseling verrast werd door 3 criminelen, van wie 1 gewapend met een mes. Onder bedreiging van het mes werd zij beroofd van haar mobiel, een televisie, een laptop, flessen champagne en nog nader op te geven goederen. De brandweer had het gedurende de kerstdagen enorm druk met beginnende branden. De eerste melding kwam binnen over een brand aan de Vredeslusweg. Uit het onderzoek blijkt dat aldaar een man bezig was plastic af te branden. Uit angst dat de brand zou overslaan naar zijn woning, schakelde de bewoner de brandweer in. Ter plaatse aangekomen bleek dat het vuur niet was overgeslagen naar het pand. Na een half uurtje kwam er nog een brandmelding. Het adres was van Lansbergenstraat. Een hoogbouwwoning met een oppervlakte van 10 bij 12 meters, geheel van steen opgetrokken. Een kamer met inboedel is geheel afgebrand. Het is niet bekend hoe de brand is begonnen. Het derde geval deed zich voor aan de Toetlivoweg. De brand is begonnen in een slaapkamer. De brand is tijdig ontdekt en door omstanders geblust. Rakesh S. is donderdag 26 december, tweede kerstdag, aangehouden en in verzekering gesteld. Deze man, die een bar uitbaat, heeft na een ontstane woordenwisseling met een jachtgeweer geschoten op een andere man. Het slachtoffer is geraakt aan zijn buikstreek. Het gewonde slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp. Er werd terstond operatief ingegrepen en er werden 4 hagels uit zijn darmen verwijderd. Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar. Dit geval deed zich voor aan de Dagobladstraat. De politie van Wanica kreeg donderdagavond omstreeks 8:45 een melding van een woningbrand aan de Zuurzakstraat. Volgens de 54-jarige eigenaar van de woning is hij die avond met zijn wederhelft omstreeks 5:00 van huis vertrokken. Zij waren naar een rouwzitting. Op een gegeven moment kreeg de heer des huizes een telefoon. Thuis aangekomen zag hij dat hun woning gedeeltelijk was afgebrand. Het echtpaar woonde alleen op het adres. Uit het onderzoek blijkt dat een buurvrouw de brand heeft ontdekt. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie krijgt 75 compleet nieuwe politiewagens van het merk SsangYong Musso. Dit bevestigt Anand Pirai, directeur van Rudisa Motor Company en Rudisa Heavy Equipment, desgevraagd tegenover Dagblad Suriname. Het bedrijf is door de overheid aangetrokken om de voertuigen te leveren. De voertuigen beschikken over basale zaken zoals portofoon, striping en sirenes. Het betreft 4-wheel drive pick-ups uit de fabriek. Verder zijn er ook 80 bikes geleverd, waarvan 50 met 900 cc motors en 30 125 cc crossbikes. Deze zijn van het merk Yamaha, waarvan Rudisa de officiële dealer is in Suriname. Tijdens de feestdagen wordt er veel gekookt voor familie en vrienden. Mensen eten ook wat vaker buiten huis. Zeker in deze periode is het zaak om zeer hygiënisch te zijn bij het bereiden van voedsel. Een voedselvergiftiging wordt op die manier zoveel mogelijk vermeden. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart geeft aan wat het belang is van hygiëne bij de bereiding van voedsel. Hij legt uit dat diarree, misselijkheid, duizeligheid, braken en onderbuikspijnen en eventueel zelfs de dood kunnen volgen op een voedselvergiftiging.
Vaak kun je de ziekteverschijnselen al binnen een half uur zien. Jammer genoeg zien nog niet alle voedselproducenten het belang van handhygiëne in. Dat kan je dus niet zien. Maar je moet dus proberen te kijken dus naar de omgeving. Ik ga bij wijze van spreken, als ik naar een restaurant ga, ga ik altijd eerst naar het toilet. Om te kijken hoe het toilet eruit ziet. En als ze het onderhouden. Want als ze dus dat niet onderhouden. En mijn mening is van als daar rommelig is. En dat kan ik met mijn ogen zien. De consument kan het zien. What about wat ik niet kan zien? Dus ik kijk ook dus naar het, als eerste naar het toilet. Zijn er wasbakken beschikbaar om je handen in voldoende mate te reinigen? Is er zeep? Is er een papieren touw om je handen te drogen? En hoe ziet dus de eetzaal eruit? En als dus die zaken niet voldoen, dan adviseer ik dat je dus niet verder moet gaan. Verder is het ook nog belangrijk om te kijken bijvoorbeeld als er dus vuilbakken zijn waar het vuil wordt gedeponeerd. Dus er zijn dus die stille getuigen die je een indicatie kunnen geven hoe het wel in de keuken zal gaan. Verder is het ook nog zo, hoe wordt het eten opgediend? Dat is ook belangrijk. En hoe ziet die kleding van de mensen eruit die het eten opdienen? Dat zou zorgen, je kan dus niet iemand hebben die met een okselmouwtrui eten in zijn handen heeft en het kan bedienen. Of mensen die dus een handsieraden hebben, die nagellak hebben en met eten bezig zijn. Of lange nagels en acryl. Dat soort zaken zijn niet goed. En dus dat soort zaken moet men ook opletten. In eerste instantie moet je ervoor zorgen dus dat je je handen in voldoende mate wast, reinigt. En eigenlijk elke keer wanneer je dus de keuken verlaat om terug te komen, moet je je handen reinigen. Als je dus naar het toilet gaat om een grote boodschap te doen, moet je je handen ook nog desinfecteren. Je moet ervoor zorgen dus dat je geen lange nagels hebt. Dat je geen die versieringen op je handen hebt zoals acryl en al dat soort zaken. Je moet ervoor zorgen dus dat je dus niet onnodig in de keuken praat. Dat je niet onnodig bereid voedsel met je blote handen aanraakt. Je moet ervoor zorgen dus dat wat je messen, vorken, borden die je gebruikt hebt om rauw vlees, rauwe groenten te snijden. Moet je dus eerst in voldoende mate reinigen en desinfecteren. Voordat je ze eventueel zou gebruiken om bereid voedsel daar zo op te slaan. Op dat soort zaken moet je letten. Je moet erop letten dus dat wat koel bewaard moet worden ook koel bewaard wordt. Wat warm bewaard moet worden ook warm bewaard wordt. En belangrijk is, en zij moeten dus ook zich ervan vergewissen, dat die vriezer wel degelijk functioneert, de koelkast wel degelijk functioneert. En dat het eten wel degelijk, als het door en door gekookt moet worden, dat het ook door en door gekookt is. Niet dat je dus barbecue vlees geeft dat eigenlijk half rauw is. Dat kan nooit de bedoeling zijn. En op dat soort dingen moeten mensen die in de keuken zelf werken gaan letten. Overal schuilt er eigenlijk gevaar. Waarom we ons meer druk maken over buiten? Omdat wij geen controle hebben over het eten. Er zijn andere mensen die daar mee bezig zijn. En we moeten eigenlijk op goed vertrouwen aannemen dus dat ze voedselveilig werken. Maar diezelfde gevaren die dus buiten spelen, kunnen eventueel ook thuis bij jou. Ik geef maar een gek voorbeeld. Ik ga een groot feest organiseren en ik wil 100, 200, 300 mensen op van feest. En wat doe ik? Ik ga dus het eten ga ik vroegsmorgens klaarmaken. En zonder goed te bewaren, koel te bewaren. Dan heb je bijvoorbeeld dus dat ik pas 's avonds tegen 8 uur, 9 uur, 10 uur het eten opdien. Dan zijn er meer dan 3, 4, 5 uur verstreken om eventuele ziektekiemen die nog aanwezig waren de ruimte te geven om te groeien en om voor een voedselvergiftiging dan wel een voedselinfectie te zorgen. Dus diezelfde problemen die er eventueel op straat bij een foodhandel kunnen plaatsvinden, diezelfde problemen kunnen ook bij jou. Op bestaande dingen moet je letten. Het verschil die er zit is dat als je ziek geworden bent door levensmiddelen waar die jij bereid bent, dan ben jij schuldig. Toch? Dus, maar de gevaren zijn hetzelfde. Maar als we praten over een voedselvergiftiging, hoe ernstig kan dat zijn? Dus je hebt twee vormen. We hebben een voedselvergiftiging. Dat betekent dat je hebt gegeten. Er was gif in het eten. De bacteriën hebben giftige stoffen geproduceerd. En dat gif wordt van die aard.
dat je dus ziek geworden bent. En wat houdt dat in? Diarree, duizeligheid, misselijkheid, braken, onderbuikspijnen, ja, eventueel de dood. En dat kan dus nog binnen een half uur kan je al die ziekteverschijnselen zien. Dat maakt hem eigenlijk ook tot een voedselvergiftiging. Een voedselinfectie, daar heb je eigenlijk bij je ziek geworden van levende bacteriën. In die bacteriën heb je bijvoorbeeld dat gif. En je hebt het product genuttigd. Die bacteriën hebben in je darmen de ruimte nodig om te groeien. En dan ga je dus zien dus dat in dat geval mensen pas na 8 uur, na 24 uur, na 48 dagen ziek worden. Maar de ziekteverschijnselen zijn ongeveer ook hetzelfde. Het voordeel van een infectie is dat indien bijvoorbeeld een bacterie, het eten geïnfecteerd zou worden met een levensmiddel, met bacteriën die voor een infectie zorgen. Als je dat levensmiddel in voldoende mate zou hebben gekookt, verhit, dan gaan die bacteriën dood en dan gaat dat gif kapot. Maar aangezien je dus niet met het blote oog kan zien met welke bacteriën je te doen hebt, moet je altijd ervoor zorgen dat het goed bewaard wordt in de koelkast en goed verhit wordt. Een nadeel van die voedselvergiftigingen, dat gif is vaak genoeg hittestabiel. En om maar een voorbeeld te noemen, je hebt een bacterie die we noemen Bacillus cereus. En die produceert bijvoorbeeld een giftige stof. En eigenlijk pas na 75 minuten verhitten, bij 125 graden Celsius, dan pas gaat dat gif kapot. Dus ik zeg het mooi, ik zeg, wie in je bronbron alleen ziet toch je ziekje. Wat valt daar tegen te doen? Hetzelfde wat ik dus gezegd heb, je moet ervoor zorgen dat die bacterie niet de gelegenheid krijgt om te groeien. In voldoende mate verhitten. Als je gaat bewaren, moet je bij koelkasten bewaren waar de temperatuur ligt tussen 0 en 4 graden Celsius. Zodat die bacterie niet de gelegenheid krijgt om te groeien en om je ziek te maken. Want al deze bacteriën moeten eerst tot een bepaalde concentratie zijn gegroeid voordat ze dus gevaarlijk kunnen worden. En die ruimte moet je ze niet geven. Meestal gewoon cijfers voor het hele jaar. En het is gewoon verwachtbaar dat in drukke periodes de verschillende eetgelegenheden onderbemand zijn, overhaastig werken, minder koelen, in onvoldoende mate verhitten, waardoor dus de kans op onveilig voedsel groter is. En dus dat mensen kunnen ziek worden. Maar ook thuis kan je bijvoorbeeld dat hebben wanneer dus mensen dus vaker achter elkaar wat feestjes hebben. Ja, wat we ook tegelijkertijd moeten zeggen is dat, want je kan hebben dat iemand een bami koopt, een roti koopt en het mee naar huis neemt en het bijvoorbeeld gewoon op de keuken aanrecht laat staan om het uren later of misschien zelfs om de volgende dag te eten. En dan word je ziek, maar dat is niet degene die het eten aan jou verkocht heeft schulden, maar jij bent schuldig omdat je er niet voor gezorgd hebt om het eten in een koel te bewaren om de bacteriën, eventuele bacteriën, niet de gelegenheid te geven om te groeien. Planner Singoreja, welkom bij ons in de studio. Er is een nieuwe pageant in de planning Man of the World. U bent de persoon hierachter, heb ik begrepen. Kunt u ons meer hierover vertellen? Man of the World Suriname is een internationale pageant. Dus de winnaar gaat sowieso internationaal om Suriname te vertegenwoordigen. Dus dit is het mee. Hoe bent u op het idee gekomen om zo'n pageant te organiseren? In mijn dagelijks leven ben ik bezig met modelleren. Dus constant bezig met mannen, dus ook vooral vrouwen. Maar ik heb meer potentie gezien in mannen die graag internationaal willen gaan. En daarom heb ik besloten om wat te kunnen betekenen voor deze heren. Hoe zit het met de voorbereidingen en hoe zijn de aanmeldingen hiervoor? Dus de eerste auditie is helemaal, de registratie is helemaal vol. Dus we hebben een tweede auditie gepland hiervoor. En 11 januari 2020 is de tweede auditie op zaterdag. We gaan hier nog meer informatie geven via onze page. Dus ze moeten gewoon blijven volgen. Wanneer wordt de finale gehouden, zeg maar? De finale is in maart 2020. En in juli gaat de winnaar naar Filipijnen om Suriname te vertegenwoordigen. De organisatie al meer informatie over de finale?
Wel, we hebben nog geen exacte datum, maar we willen wel doorgeven dat de winnaar een auto krijgt als winnende prijs. So, die heren moeten ze hebben nog sowieso een tijd om in te schrijven, want ze moeten gewoon kans nemen. Oké, een nieuw pageant in de organisatie, hoe kan gasten hier erbij gehaald? Man of the World, India, Krishna Salak. Krishna is de huidige winnaar van India, van Man of the World. Hij heeft ook een internationaal de top 10 kunnen bereiken. Ook bepaalde subtitles gekregen en daarom hebben we hem speciaal uitgenodigd om de Surinaamse mannen te kunnen motiveren. En we hebben 29, dat is aanstaande zondag, hebben we een launch in de Rumhouse. En daar kunnen ze hem ook ontmoeten. Dus er is ook een fashion show van Genetic Models. Dus het is niet alleen een launch, maar het is ook een fashion show. Dus de mensen gaan echt genieten met heel veel activiteiten en een fashion show. Man of the World, India, Krishna Salak, welcome in our studio today. How is it to be in Suriname now? Well, thank you so much for welcoming me here. And Suriname, it's a very beautiful country. It's very, you know, it's very green, and I'm really loving it. Why did you travel so far from India to Suriname? What's the reason to be here? To be very frank, when I heard the name Suriname, Clarence told me about you have to come to Suriname, and I've heard this first time. Like, okay, Suriname. Then I googled it and I've seen it's in a Caribbean country kind of. It's very far. So I feel some positive vibe, you know, when I talk to Clarence about it, then he told me that you have to come at Suriname for the Man of the World. I go, okay, I will come. So yes, and it took me like 18 hours. And it's fun, and it's fun, and it's really worth it, and I'm really loving it. Okay, you're also a man of the world, and what is the reaction of the persons here when they hear about the pageant? Pageants, this was my first pageant which I participated in India, Man of the World, and luckily I won, and I gave my 101% on that pageant, and yes, I'm really lucky, and I represented my country in the grand stage, and it's a proud moment for everyone, you know, who's representing their country all over the world with other contestants, and it's really good. And pageants, it's like you're showing yourself, your talent, your caliber, and I think every guy should try for this. Okay, what would you like to say for the young guys who think in the future to take part in pageants like this? Well, for the young guys, first of all, they have to work on themselves. They have to groom themselves, you know. Yeah, they have to practice a lot. Like pageants, if you are ready to show yourself, then you have to go on the pageants. And if you have a good height, if you don't have a good height, but yeah, you have to look good, you have to speak good. So just practice. It's all about the practice. The more you talk to yourself, the more you talk to in the mirror, you'll learn everything. So you didn't know about Suriname, but how did you get in touch with Clarence then? Clarence, he told me that he was following Man of the World pageant when I was in Philippines. He was watching my pictures and everything, and he was liking me that there's a guy, but he don't look like an Indian, but yes, he is an Indian, and I get so many complimented regarding that, yeah, my color is very fair, that I don't look like Indian. But yes, I am Indian, and Bharat Mata Ki Jai. What would you like to say to the guys who are preparing to take part for the first pageant in Suriname, for the first time, Man of the World in Suriname? Well, guys, Man of the World pageant, it's a very big pageant, so you guys have to prepare yourself very hard, and just be yourself, just show yourself. You can't be fake, but you just have to be yourself and work hard, groom yourself. Work on your communications, work on your physique, join gym, and work hard. Yeah. Met het aannemen van de wet penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring maandagavond, heeft de Nationale Assemblée het jaarlijkse kerstreces ingeluid. Dit houdt in dat er gedurende 2 weken geen vergaderingen zullen worden uitgeschreven. De eerste huishoudelijke en commissievergaderingen zullen volgens Assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons in de week van tussen 6 en 10 januari 2020 plaatsvinden. De commissievoorzitters zijn daarom ook alvast opgeroepen om afspraken met de griffie te maken over vergaderingen die moeten worden gehouden.
De huishoudelijke vergadering volgt op zijn vroegst op vrijdag 10 januari 2020. De planning is om maandag 13 januari 2020 voor te gaan met de plenaire behandeling van de huurwet Woonruimte 2018, wet industriële hennepteelt en mogelijk enkele andere wetsproducten. Gedurende de recesperiode zal de volksvertegenwoordiging ook verslag uitbrengen over de resultaten die het college heeft uitgevoerd in 2019. Onder veel belangstelling van kinderen van Mottonshoop, Kasabaolo en omgeving is het multipurpose kunstgrasveld te Mottonshoop in gebruik genomen. Op maandag 23 december is een lang gekoesterde wens van de buurtbewoners in vervulling gegaan. Dit is het 9e kunstgrasveld dat aangelegd is vanaf december 2018. De velden worden mogelijk gemaakt door de regering, CQ het ministerie van Sport en Jeugdzaken, met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB. De fondsen komen uit het Surinaamse Sportontwikkelingsfonds. De damvereniging Welgedacht heeft haar jaar 2019 afgesloten met een kersttoernooi. Het kersttoernooi werd gewonnen door Ori Krishne Persat. Tweede werd Sakimin Johannes en derde Naipaul Safarai. Op de vierde plaats eindigde Samin Erik en vijfde werd Sukraj Vedanant. Tito Paviro Michael werd kampioen van de interne clubkampioenschappen. Samin Erik werd semi-kampioen. Sakimin Johannes werd derde en Ori Krishnaprasad eindigde als vierde en Samad Henry eindigde als vijfde. Ori Krishnaprasad werd de grote winnaar bij de interne Sneldam Club kampioenschappen. Als tweede eindigde Sakimin Johannes, Naipaul Safarali werd derde, Tito Paviro Michael werd vierde en Gens Karansing eindigde als vijfde.